Ik ga nu mijn oma bellen. Mijn oma woont in Karamanmarash. Ik probeer liefst elke dag haar wel te spreken. Ik maakte me zorgen toen ik het nog niet wist of ze een leven waren. Maar toen ik hoorde dat ze een veilige plek dacht ik, gelukkig had ze nog allemaal leven. Oh, ze neemt niet op. Elke dag probeert de 9-jarige Jehoon te bellen met zijn oma. Zij woont midden in het aardbevingsgebied en kon gelukkig in veiligheid komen. Mijn tante schudde haar wakker en toen gingen ze samen het gebouw uitvluchten. Als dat niet gedaan had, was mijn oma weg. Pas de volgende dag of avond heb ik nog een appje kunnen sturen en kreeg ik reactie, we zijn veilig. De oma van Jehoon woont dus hier, in de stad Karamanmarash, vlakbij het epicentrum van de aardbevingen. Via zijn telefoon krijgt hij soms beelden binnen van hoe het daar nu is. Hoe vind je het om deze foto's te zien? Ik vind het niet prettig. Ik vind het ook verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is. Jij gaat hier elke zomer heen en ga je op bezoek. Hoe vind je het om nu alles zo kapot te zien? Ik kan niet geloven. Toen ik er was, was alles normaal. En nu is het net als een oorlogsgebied. Baba, ne? Bono? Nas is in orde? Zijn oma is nu samen met andere familie naar een vakantiehuis een paar kilometer verderop. Zijn kookjes in orde, Jimne? Ik vind het wel fijn dat ik met haar kan bellen, maar ik vind het niet fijn dat ze moest huilen. Maar ze zei, er komt wel hulp. Pas vandaag komt er hulp in hun gebied waar ze zich nu bevinden. Voornamelijk schoon water, dat hebben ze nodig, en brood. Jehoon is blij dat zijn familie hulp krijgt en hoopt dat het snel beter gaat. Dat alles over 5 jaar, alles weer normaal is. Dat hoop ik heel erg. Gracias, baba, nee.